zijn hier nu een paar dagen op Sardinië. Vrede week donderdag zijn we hier naartoe gekomen met de vliegtuigen en met de eerste mensen. Zaterdag kwamen de rest van de mensen in het grote detachement. En was ook gelijk de eerste dag dat we lekker aan het vliegen waren. Eerst nog wat lokale vluchten om een beetje te trainen en te wennen aan de procedures. Maar vanaf maandag vlogen we de eerste operationele missies in het kader van het wapenembargo. Maandag gedaan, dinsdag gedaan, gaan we vandaag ook weer doen. En dat blijven we doen. Elke dag 1 KDC-10 de lucht in en 4 F-16's ter controle van het wapenembargo. KDC-10 heeft de eerste paar dagen tussen Nederland en hier gependeld, heeft de mensen hier naartoe gebracht, heeft materieel hier naartoe gebracht en is hier nu ook in Sardinië. F-16's kunnen niet lang genoeg blijven vliegen zonder bijtanken. Dus enkele keren per vlucht tanken de F-16's bij de KDC-10. Die hangt dan in een soort van een, wat wij noemen een tankertrack, een bepaald circuit. En als de F-16's moeten tanken, vliegen ze daar naartoe. En dan komen ze met z'n tweeën of met z'n vieren. Vliegen ze naast de KDC-10 en dan één voor één gaan ze onder het tankvliegtuig hangen. En dan gaat met die boom, die stok uit het tankvliegtuig, wordt de benzine overgepompt van het tankvliegtuig in de F-16. En zo kunnen we de vluchtduur van de F-16 verlengen. En we vliegen hier wel sorties van vele uren, ergens tussen de 5 en de 6 uur in. Nou, het gaat hier goed. We zijn goed aan het settelen. We bouwen het nog verder op en ondertussen blijven we onze missies uitvoeren. En we zijn klaar om welke missie ook maar van ons wordt gevraagd uit te voeren. Dus de komende dagen kijken we uit naar de ontwikkelingen.